Goeiedag, mijn naam is Ninja van den Bos. We zijn hier in Sint Maartenslatem in de galerij Art Center Horis. En ik ben heel fier dat ik de galerij aan jullie mag voorstellen. Ik noem het Art Center omdat ik het veel ruimer zie. Want je moet weten, de kunstenaar is een heel belangrijk gegeven in mijn galerij. De kunstenaars gaan hier ook altijd vrij rondlopen. Ze hebben rechtstreeks contact met hun publiek. Omdat het ook boeiend is om de interactie te zien tussen beiden. Wat onderscheidt mij vooral is dat ik denk dat ik de kunstenaars die ik geselecteerd heb, eigenlijk vanuit mijn hart komen. Dus als er een mooie connectie is met de artiest, als ik weet dat zij ook creëren vanuit diezelfde dimensie, vanuit hun authenticiteit, dan ben ik gewoon zelf al verwarmd en enthousiast. Uiteraard moet ik de kunstwerken mooi vinden. Dus ik kan wel zeggen dat mijn galerij heel subjectief is. Het is een heel succesvolle evolutie geweest. Ik ben gestart met eigenlijk een drietal artiesten. En in no time zijn we nu uitgegroeid. Werk ik met een zestiental artiesten, waaronder 6 beeldhouwers en een tiental schilders, waaronder ook zelf een glasartiest, die is er pas bijgekomen. Dus er is een enorme diversiteit. En er is geen vaste stramien gegaan bij de kunstenaars die zich hier die hier bijgekomen zijn in die groep. Het is een spontane interactie, kunstenaars die zich hier aangeboden hebben, kunstenaars die ik al kende van vroeger. En de rode draad is hetzelfde, ik moet gewoon van hen houden. Niet alleen van hun kunstwerken, maar vooral van hun persoonlijkheid. We staan hier bij het beeld van Linde Engo. En Linde Engo die snijdt hier een heel belangrijk thema aan. De zelfliefde. En ik zeg altijd, een gezonde dosis zelfliefde is heel belangrijk. En dat symboliseert zij hier door het beeld dat ze letterlijk een vrouw die zichzelf koestert, vasthoudt. En ook automatisch is er een bescherming. De inner circle draagt zorg voor jezelf, schermt je ook af. Als je in staat bent om van jezelf te houden, heb je ook de mogelijkheid om van anderen te houden. Het is een heel belangrijk basisgegeven om in het leven te staan. Een beeld spreekt altijd tot de verbeelding, letterlijk. De galerij, je gaat zien, zijn heel veel beelden aanwezig. Ik ben in de eerste plaats ook een beeldengalerij. Maar de interactie tussen de schilderijen en de beeldhouwwerken zijn zo belangrijk dat die elkaar versterken. Als ik nu kijk, bijvoorbeeld Heinz Rabouw rechts van ons en links van mij, dan deze beelden samen geven ook een enorm krachtige harmonie. Hier staan we bij een schilderij van Heinz Rabouw, een van mijn geliefkoosde artiesten. Het is de eerlijkheid die het ervan uitstraalt, de integriteit, de verwondering, noem maar op. Alle positieve eigenschappen die een mens kan dragen, zijn vervat in deze werken. Als we kijken naar de ogen, dan worden we sowieso geïnspireerd, want dat is zijn hoger doel, is de menselijkheid ten top naar buiten brengen. En zijn werken, wat ook heel bijzonder is, die zijn gemaakt in tempera. Nu, tempera is een 15e eeuwse techniek en dat bestaat uit eigeel en puur pigment. En dit wordt opgebouwd in lagen. En hij vertelde mij dat 30 tot 40 lagen niet zeldzaam zijn voor een werk te maken. En deze artiest is, mag ik wel zeggen, een wereldartiest. Zowel Art Miami, Art Basel. Hij was zelf de eerste levende artiest die een TFAF binnen mocht. En die kennen we allemaal in Maastricht. En dan denk ik, een man van 73 jaar, die nu vandaag de dag nog altijd zo inspirerend werkt naar de mens toe, die kan ik alleen maar in mijn hart dragen. En ik ben zo fier dat ik eigenlijk deze man mag en kan presenteren in de galerij. Het is een werk van Ria de Hainaut. Nu, Ria de Hainaut draag ik bijzonder in mijn hart, want ik heb zelden of nooit een fijn schilderes ontmoet van zo'n niveau. Zij werkt uiteraard ook met de oude technieken, zoals de oude meesters. En dit is vandaag de dag zeldzaam. Wat zo leuk is aan Ria de Hainaut, als u haar ontmoet, het is zo'n inspirerende vrouw. Als je met haar praat, dan voelt je dat ze ook binnenkomt bij jou. En dat doet ze ook met haar werken. Je moet weten dat deze werken, de appels hier, lijkt ogenschijnlijk een leuk tafereeltje, een mooie glazen stolp. De appels zijn er prachtig en gerangschikt. Maar wat haar onderscheidt van een ander, is dat zij eigenlijk... Zij wordt de appel. Dus deze werken zijn zo bezield. Moi, je viens de São Tomé, c'est très loin d'ici. C'est quand même pour moi intéressant d'avoir la correspondance avec une galerie super contemporaine et super multilangage, quoi. Donc, pas mal d'artistes qui font des choses complètement différentes, mais qui se font, quoi. Le tableau, spécifiquement celui-là, il raconte un peu l'histoire de, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quoi. C'est aussi ma source. Voilà, justement, c'est aller trouver ce qui se passe dans le monde réel,
chez moi, donc en Afrique, en fait, dans tous les continents, en Europe, en Asie. Donc le mécanisme en fait, de développement dans la tête des gens et dans le monde, en fait, donc au niveau visuel, ce que le média et tout ça il nous apporte, ça cause quand même des conséquences. Quoi. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, donc avec cette expo, c'est un peu, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de penser dans la situation du monde. Quoi. Moi, je ne me mets pas dans sa place parce que c'est quelque chose en fait que tout le monde en pense, c'est pas que moi. Et je me moque un peu avec ce qui se passe voilà, dans le monde industriel. Quoi. Voilà, sont les mondes riches, mais sont les mondes aussi qui créent des pollutions dans le monde, de créer des maladies même à cause de ces pollutions. Et là, j'ai des petits chiens qui sont un peu, qui sont pas très bien au ventre, on dirait, et qui montrent un peu ce qu'ils ont eu pendant toute leur vie, de toutes ces pollutions qui existent dans le monde. Quoi. Un peu jouant avec les drapeaux de tous ces pays qui sont le plus industriels en fait, ou le plus polluants en fait, dans le monde. Pas très évident parce que à cause de la façon de faire, donc il y a un noir qui cache un peu le drapeau, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu jouer avec les lignes, avec le dessin, avec la peinture, donc tout cet ensemble, parler ce qui se passe dans le monde actuel, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Dit is een beeld van Dirk de Keyser. Nu moet je weten, Dirk de Keyser is toch wel een van onze grootste artiesten van België op vlak van humor. Dus wat doet hij? Hij gaat eigenlijk de mensen aan het lachen brengen. En als je met hem gaat praten, ga je ook zien, voor hem is het belangrijk om de lichtheid van ons bestaan eigenlijk een stukje tentoon te stellen. Letterlijk zie je die hangmat. Gewoon onmogelijk dat dit vogeltje de volledige figuur in balans houdt. Als we dan kijken naar het onderstel, dan begrijpen we technisch is het allemaal wel mogelijk. Maar hier gaat hij weer met een knipoog naar het publiek zijn beeld, de hangmat, in evenwicht houden met deze leuke vogel. Alles spreekt, je kijkt naar deze figuur en je begint al te glimlachen. De grote handen, de grote voeten, handelsmerk Dirk de Keyser en uiteraard in brons. Dus dat zijn beelden die ook buiten kunnen staan. Het is eigenlijk een heel mooie evolutie in de wereld van de sculpturen, dat we nu eigenlijk alle kleuren kunnen neerzetten. Dus wat gebeurt er? Like, dit is een bronzen beeld dat aanvankelijk is gezandsteld. Dus dat is eigenlijk like een gouden beeld, de kleur van brons. En dan wordt daar een patine op gezet. Dat bestaat uit meerdere lagen. Dat zijn eigenlijk oxides die worden opgelost in water, dat zijn eigenlijk poeders. En dan gaat eigenlijk de kunstenaar deze gaan instrijken. Echt werkelijk zoals het schilderen, maar het verschil is dat door een warmte-element worden eigenlijk de kleur vastgezet op de brons. Er gebeurt sowieso een oxidatieproces. Als we dan kijken als de beelden buiten geplaatst worden, dan gaat het ook nog beïnvloed worden door de natuurelementen. Dan denken ze regen, weer, wind. Het kijkappartement, dat was eigenlijk nooit mijn idee, maar het is spontaan gegroeid. En het leuke is, als de mensen hier vertoeven, dan ze eigenlijk kunst in een woning zien gepresenteerd. Ik heb hier nu een selectie van een aantal artiesten, zoals Koen Sobiron, een van mijn hoofdartiesten. Evert den Hartog staat hier ook, en ook een beeldhouwer, vooral animalist. Met zijn heel gestroomlijnde beelden, heel glad afgewerkt, ook gestileerd. De glaskunstenaar André Jacob kan je hier ook terugvinden. En ja, niet te vergeten, Wilds, een van mijn favorieten, die er ook van in het begin bij was. Want wat is zo kenmerkend aan Wilds, is dat hij met zijn houten structuren, blokjes, composities maakt, waardoor er een extreme beweging in komt. En het werk hier op het appartement is eigenlijk een werk dat symbolisch staat voor de tektonische platen. Dus de aardkorst eigenlijk die in beweging is. Hè. Zowel in de beweging naar binnen als naar buiten. Hè. Beneden heb je het andere werk gezien. En ik vind het gigantisch wat deze man teweeg brengt aan beweging. Hij slaagt erin om een dynamiek te creëren dat ook de mens inspireert, ook in zijn innovatie. Onze galerij is ervoor gekend dat iedereen hier warm welkom is en mag genieten. En er moet totaal geen drempelvrees zijn. Want ik zeg altijd, de bezoeker is mijn grootste geschenk. Mensen beseffen dat niet altijd. Als zij mij komen bezoeken en genieten van al het moois dat hier is, dan geven ze mij een cadeau. En ik hoop alleen op deze manier iets terug te geven, dat zij hier kunnen genieten en vrij zich kunnen bewegen.